Welkom bij het instructiefilmpje over de webapplicatiebeheer omkadering. Mijn naam is Anne en samen met mijn collega Eline licht ik de webapplicatiebeheer omkadering toe voor het gewoon basisonderwijs. Deze instructievideo is bedoeld voor directies en secretariaatsmedewerkers van het gewoon basisonderwijs. In dit filmpje leggen we uit hoe je de omkadering van jouw school doorgeeft via Mijn Onderwijs aan Agodi. De webapplicatie biedt een real-time overzicht van de omkadering van jouw school die je ten alle tijde kan raadplegen. Hier kan je herverdelingen, overdrachten en lestijden levensbeschouwelijke vakken beheren en aanpassingen doorgeven. De deadline om je omkadering na te kijken en in te dienen is 15 oktober voor scholen die tellen in februari en 15 december voor scholen die tellen in oktober. Dit is belangrijk voor een vlotte en correcte uitbetaling door jouw werkstation. Let wel, om toegang te hebben tot de webapplicatie moet je over de toegangsrechten Mijn Onderwijs 2 gebruiker en Web Edison instellingen en leerlingen beschikken. Nu kijken we even hoe we kunnen aanmelden op Mijn Onderwijs en de toepassing beheeromkadering. U meldt dus aan via Mijn Onderwijs. Eens aangemeld kiest u bij mijn site basisonderwijs. Vervolgens klikt u op toepassingen, beheeromkadering. Hier zie je de link naar de webapplicatie beheeromkadering staan. U klikt hierop. Wanneer je inlogt in de webapplicatie beheeromkadering, krijg je hier een overzicht van alle scholen waar je toegang tot hebt. Kies de school waarmee je aan de slag wenst te gaan door op het icoon van het brilletje in de laatste kolom te klikken. Ik kies hier nu voor school 143-891, de Vliegende Vlieger. Je ziet nu vier tabbladen die we één voor één zullen overlopen. Het eerste tabblad Info. Hier staan de nummer, naam en adresgegevens van jouw school. Als hier iets niet klopt, neem dan contact op met je dossierbeheerder van het schoolbeheerteam. Die vind je hier en kan je altijd contacteren bij vragen over jouw school. Hieronder wordt ook de telweg vermeld die gebruikt werd voor de berekening van de omkadering van het huidig schooljaar voor jouw school. Het huidig schooljaar hier is schooljaar 2021-2022. Onderaan bij status jaarlijkse inlichtingen zie je of je de webapplicatie reeds definitief indiende of niet. Hier staat het nog op niet ingediend. Laten we nu eens kijken naar het tweede tabblad jaarlijkse inlichtingen. Bovenaan zien we opnieuw de status van de jaarlijkse inlichtingen. Het staat hier nu ook op niet ingediend. Door op de knop bevestig volledigheid te klikken, kan je dit indienen. Ook wanneer je geen herverdelingen, overdrachten of levensbeschouwelijke vakken moet indienen, moet je op de knop bevestig volledigheid klikken. Zo staat jouw school voor ons op oké en kunnen wij verder met onze controles. Opgepast, na het indienen kan je zelf geen gegevens meer aanpassen. Als je daarna nog wijzigingen wilt doorvoeren, moet je contact opnemen met jouw dossierbeheerder om de webapplicatie terug open te zetten. Wanneer je de wijzigingen hebt ingebracht, dien je dan opnieuw op de knop te klikken. Het bovenste gedeelte gaat over herverdelingen en overdrachten. Herverdelingen wil zeggen dat je binnen de eigen school lestijden gaat herverdelen van het ene naar het andere niveau. Ik ga nu een herverdeling ingeven van 4 lestijden kleuteronderwijs naar 4 lestijden lager onderwijs. Je klikt hier op de knop Toevoegen. Dan kom je in dit scherm. Bij overdragende school staat de eigen school ingevuld. Je kiest hierbij soort de soort lestijden, namelijk lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen. De geldigheidsdatum staat standaard ingesteld op een volledig schooljaar. Je kan die natuurlijk ook aanpassen naar een kortere periode.
Je vult hier het aantal in, namelijk 4. Bij ontvangende school kies je bij een herverdeling voor de eigen school. Bij soort selecteer je dan de soort lestijden. Hier lestijden lager onderwijs volgens de schalen. Je klikt dan op bewaren. In het overzicht kan je nu de herverdeling terugvinden van 4 lestijden kleuteronderwijs naar 4 lestijden lager onderwijs voor een volledig schooljaar. Indien je die wil verwijderen, kan je hier achteraan op de knop klikken. We kunnen in hetzelfde onderdeel ook een overdracht ingeven. Overdrachten hebben te maken met lestijden of uren die je van jouw school naar een andere school overdraagt. Lestijden of uren die je van een andere school ontvangt, dien je niet zelf in te vullen. Het is de school die de lestijden afstaat, die de overdracht moet ingeven in de webapplicatie. Ik wil nu een overdracht ingeven van 3 lestijden kleuteronderwijs van onze school naar school 143-933. Je klikt terug op de knop Toevoegen. Dan kom je terug in dit scherm. Bij overdragende school is de eigen school ingevuld. Je kiest bij soort de soort lestijden die je wil afstaan. Hier lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen. De geldigheidsdatum staat nog steeds standaard ingesteld op het volledige schooljaar. Bij aantal vul ik het aantal, namelijk 3 lestijden, in. Bij ontvangende school vul ik de nummer in van de school die de lestijden moet ontvangen. Hier gaat het om school 143-933, de slimme slangen. Bij soort kies je dezelfde als bij de eigen school. Indien de ontvangende school de lestijden voor iets anders wil gebruiken, kan je de soort ook hier specifieren. Je klikt hier dan op Bewaren en de overdracht is ingegeven. In het overzicht kunnen we terug de overdracht terugvinden. Om dit te verwijderen, kan je terug achteraan op de knop Verwijderen klikken. Zo kan je een nieuwe overdracht ingeven. In het tabblad Jaarlijkse inlichtingen vinden wij ook gedeelten over de levensbeschouwelijke vakken. Het totaal aantal aanwendbare lestijden meest gevolgde levensbeschouwing waar jouw school recht op heeft, staat bovenaan de rubriek levensbeschouwelijke vakken. Deze lestijden zijn automatisch toegekend. Je hoeft hier verder niets mee te doen. Je kan ze dan ook niet wijzigen. Voor deze school is dat 18 lestijden islamitische godsdienst. Als je bijkomende lestijden uit het eigen pakket wenst te nemen om wekelijks een halve of een derde meest gevolgde lestijd levensbeschouwing toe te kennen, moet je dit niet melden aan Agoury en geef je dat dan ook niet in deze toepassing. Lestijden minder gevolgde levensbeschouwelijke vakken moet ik wel zelf toevoegen. De school geeft in elke groep leerlingen die katholieke godsdienst volgen. Als school heb ik dus recht op 18 lestijden minder gevolgde katholieke godsdienst. Die moet ik dus wel toevoegen aan de toepassing. Ik klik de knop Toevoegen. Ik kom op een achterliggend scherm terecht en ik kies hier katholieke godsdienst. Ik laat de datum voor wat hij is, omdat deze lestijden geldig zijn voor een volledig schooljaar, en ik vul het aantal van 18 in. En ik klik Bewaar. Zoals jullie kunnen zien, zal het overzichtsscherm mij de 18 lestijden minder gevolgde katholieke godsdienst weergeven. Ik heb 6 groepen, 6 cursussen dus, die niet-confessionele zedeleer zullen gaan volgen. Ook die moet ik toevoegen aan de toepassing. Ook nu zal ik toevoegen klikken. Zal ik kiezen voor minder gevolgde niet-confessionele zedeleer, laat ik de datum staan en voeg ik het aantal van 12 toe. Ik klik Bewaar.
Later op het schooljaar verneem ik dat er een leerling start na de kerstvakantie in het eerste leerjaar. Deze leerling kiest voor protestantse godsdienst. Ik zal dus 2 lestijden moeten doorgeven aan Ahodi vanaf 10 januari. Dus ik kies opnieuw voor de knop toevoegen. Ik kies lestijden minder gevolgde protestantse godsdienst. En nu zal ik de begindatum wel moeten aanpassen. De eerste dag na de kerstvakantie ga ik toevoegen. En dat is in dit geval 10/01/2022. De einddatum laat ik staan en ik voeg 2 lestijden toe. Ik klik bewaren. Het is misschien handig om te weten dat ik mij had vergist. Ik hier misschien in plaats van 2, 4 had willen zetten. Ik de lijn moet verwijderen. Er is geen mogelijkheid om te wijzigen. Je moet de lijn verwijderen en opnieuw toevoegen. Maar in dit voorbeeld is dat niet nodig. Nu ik klaar ben met alle herverdelingen en overdrachten door te geven, mijn levensbeschouwelijke vakken aangevuld zijn, kan ik bevestigen voor volledigheid. Dat doe ik door deze knop bovenaan te klikken. Er wordt gevraagd of ik zeker van ben en of ik wil bevestigen dat de gegevens correct zijn. Eens ik dit bevestig, kan ik de gegevens niet meer aanpassen. Je zal het merken omdat alles in het grijs wordt aangeduid en je geen aanpassingen meer kunt doen. Nu, geen nood. Wil je toch iets aanpassen, dan contacteer je het schoolbeheerteam. Hoe je dat doet, kan je terugvinden onder het tabblad Info. Hier vind je je dossierbehandelaar en het bijhorende e-mailadres. Nu kijken we even in het tabblad Overzicht Omkadering. In het tabblad Overzicht Omkadering vind je een totaaloverzicht van de lestijden, uren, punten en eenheden waarop jouw school recht heeft. Bij elke soort omkadering zie je vanaf wanneer jouw school er recht op heeft. Daarnaast is ook de einddatum zichtbaar. De door jou en door de andere scholen ingebrachte overdrachten en of minder gevolgde godsdiensten worden hier ook getoond. Ook lestijden die in de loop van het schooljaar wijzigen, worden hier zichtbaar vanaf het moment dat het schoolbeheerteam de lestijden toekent. Bijvoorbeeld, de school heeft een aanvraag ingediend voor het inrichten van tijdelijk onderwijs aan huis. Van zodra de aanvraag verwerkt is door het schoolbeheerteam, vind je hier de lestijden tijdelijk onderwijs aan huis terug met hun begin- en einddatum. Als de school lestijden gewezen anderstalige nieuwkomers of anderstalige nieuwkomers krijgt, staan deze hier ook vermeld. Je moet er wel rekening mee houden dat de lestijden aan of gaan altijd geverifieerd moeten worden. De lestijden aan of gaan die je te zien krijgt, zijn pas definitief na goedkeuring door de verificateur. Als jouw school recht heeft op instaplestijden, worden deze ook hier getoond. De leerlingenaantallen die hiervoor nodig zijn, worden uit Discimus gehaald. Ook deze zijn pas definitief na goedkeuring door verificatie. Let even op. Als jouw school telt op de eerste schooldag van oktober, krijg je bij het begin van het schooljaar hier nog geen gegevens te zien. In de loop van oktober vind je hier het voorlopig lestijdenpakket terug. Dit voorlopig lestijdenpakket wordt na het afronden van verificatie begin december vervangen door het definitief lestijdenpakket. Nu kijken we even in het tabblad Overzicht Overdrachten.
In het tabblad Overzicht Overdrachten kan je alle herverdelingen en overdrachten bekijken waar je school bij betrokken is. In het eerste stukje vind je de herverdelingen die gebeuren binnen je eigen school. In ons voorbeeld worden er lestijden kleuteronderwijs volgens de schalen omgezet naar lestijden lager onderwijs volgens de schalen. En dit voor een volledig schooljaar. Het gaat hier om 4 lestijden. Verder zal onze school ook 3 lestijden afstaan aan instellingsnummer 143-933 VBS De Slimme Slangen. Maar onze school ontvangt ook omkadering. Zo zal ze 5 lestijden ontvangen, 5 lestijden lager onderwijs volgens de schalen van instellingsnummer 143-941. Wat nog makkelijk is aan dit scherm, is dat je via de knop opnieuw laden de laatste gegevens kunt ophalen. Zo, dit is het voor het tabblad Overzicht Overdrachten. Dit was het dan voor ons instructiefilmpje Beheeromkadering. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Sowieso kan je je dossierbehandelaar van het schoolbeheerteam contacteren. Onder info vind je de nodige informatie om ons te contacteren. Fijne dag verder. Dag! Agodi Academie. Verbindt en versterkt.